Wij zijn een projectruimte en we willen kunst, wetenschap, spiritualiteit, filosofie verbinden of in ieder geval allemaal tonen. Dat doen we weliswaar door middel van de beeldende kunst. Dat is uiteindelijk wat de mensen te zien krijgen. Het is een heel proces geweest met als uitkomst deze middag. Dus er zit ook wel heel veel, we zijn bezoek geweest, we hebben bij Esther nog de hele avond doorgebracht, gegeten, heel veel uitgewisseld. En dan vind ik het bijzonder dat Esther dus een aantal citaten, echt toegesneden op de kunstenaars, eruit heeft gehaald. Dat heeft laten weten, maar vooral denk ik ook om te laten merken, het is niet alleen van nu, het is juist van al die tijden. Een citaat kan uit 1500 zijn, maar het kan ook uit 1950 zijn. En eigenlijk hebben ze heel veel met elkaar te maken, dus die tijd verdwijnt. Het gaat veel meer over die intensiteit, die werkelijke, ja, die goddelijke vonk wat vandaag ook weer naar voren kwam. Het feit dat ik gevraagd ben door kunstenaars die nu exposeren, die geïnspireerd zijn door hermetisme, door allerlei andere thema's in de bibliotheek, dat maakt het levend, dat maakt het nu. De conceptie van iets wat je waarneemt, dat gebeurt in jezelf. En de kunstenaar die gaat ermee aan de slag en die creëert een kunstwerk. Een schrijver die creëert ook, die heeft een andere vorm om dat tot uitdrukking te brengen. De reden dat de mens een groot wonder is, dat is zijn vermogen om zich te verwonderen. En door te dringen in het wezen van wat hem of haar drijft, maar dus stroomt altijd iets doorheen wat groter is dan jezelf. En dat maakt een mens een geïnspireerd mens. En als je dat kunt delen, als je dat kunt uitwisselen, dan gebeurt er iets magisch, zou je bijna willen zeggen. Maar dat is voor mij hermetisch open. Dan gaat er een realiteit voor je open die er altijd al is, maar die opeens van jezelf wordt en heel dichtbij. De realiteit van binnenuit gezien. Dat heb ik gevoeld en meegemaakt in de gesprekken vandaag, dus dat vond ik heel erg leuk. En ik ben ook geïnspireerd door deze kunstenaars die hier vandaag exposeren in de Ketelfactory.